Ik daag jou uit. Like de video als jij Bob in beeld ziet staan. Ik ben hier! Hier zo! Bob, je moet het niet verklappen. Maar dat is leuk! Like dan. Vandaag gaan we een aantal grappige geheimen testen in Brookhaven. Oké, Bob, ben je er klaar voor? Yummy! Bob is er klaar voor. Het eerste wat we moeten doen is niet dansen, maar dat is een verzoek sturen aan een speler om die op te mogen tillen. Oké, dat verzoek is geaccepteerd. Bob is nog steeds aan het dansen. Dansen is leuk! Oké. En wat je dan nu moet doen is heel raar. Je moet namelijk het spel afsluiten. En dan weer opstarten. En als we dan terug zijn, is Bob nog steeds aan het dansen. Hij kijkt alleen een beetje serieus. En dan zouden we Bob op onze schouders moeten dragen. En nu we dat hebben gedaan, zouden we een soort van glitch / geheim hebben geactiveerd. Waardoor dat als we dan op een motor gaan zitten, we een wheelie doen. Dat is zo gaaf. Zoals je kan zien, we doen letterlijk een wheelie op onze motor. En dat komt dus omdat we Bob een soort van hebben laten glitchen. Mag ik nu een taco? Nee, Bob. Maar als het goed is, werkt dit ook op bijvoorbeeld een fiets. Oh, dat is zo gaaf. Het is dus best wel lastig om dit een soort van te activeren. Omdat je het spel moet afsluiten, weer moet opstarten. En je moet iemand vinden die je wil helpen. Maar dit is wel echt super gaaf. Maar nu ben ik benieuwd. Werkt het bijvoorbeeld ook met een golfkarretje? Dit is de allernieuwste. Oh my gosh. Het werkt in ieder geval een soort van. Dit ziet er zo glitchy uit. En wat nou als we het in een hele snelle auto proberen? Dan gooien we de snelheid nog meer omhoog. Oh, dit werkt echt niet goed. Normaal zouden we nu veel sneller horen te gaan. Oh, en als ik achterop de auto zit, beweegt de auto zelfs mee. Dit is bizar. Het enige nadeel is wel, je kunt de speler nu niet meer van je rug afkrijgen. Tenzij het spel weer afsluit. Oké, Bob die is weer blij. Voor het volgende geheim moet Bob een huis kiezen. En natuurlijk kiest Bob voor het allernieuwste huis. Heb je de vorige video niet gezien op mijn kanaal? Ga hem checken, want ik laat een gigantisch geheim in dit huis zien. Het is echt bizar. In ieder geval, er waren mensen die mij vertelden dat het mogelijk is om in een privé-server een geband huis in te gaan. Alles wat je moet doen is... Bob is een taco aan het eten. Alles wat je moet doen is geband worden. Bob, ben je er klaar voor? Jazeker! Oké, daar gaan we. 3, 2... Oeps, ik was te snel! Prima. In ieder geval, ik ben geband. In een privé-server is er namelijk iets genaamd FreeCam. Dat kan dus niet in een openbare server, maar wel als je een privé-server hebt. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. Je kunt op dat moment eigenlijk door heel Brookhaven heen kijken. Het is ideaal om geheimen te vinden of om bijvoorbeeld ergens naar binnen te gaan. Kunnen wij nu het gebande huis wel in? 3, 2, 1... Oh my gosh, het kan inderdaad. We kunnen dan gewoon een geband huis in... Bob, wat ben je aan het doen? Kamperen! Bob, maar dit is toch al een huis? Ik hou van kamperen! Oké. In ieder geval, geband of niet, op deze manier kun je dus naar binnen. Voor het volgende geheim hebben we Bob even niet nodig. Ik dacht dat je van me hield! Bob, rustig. Het kan zijn dat sommigen van jullie dit grappige geheim al kennen. Maar misschien ook een aantal niet. En voor de mensen die het wel kennen, er is meer. We gaan dit geheim namelijk nog gekker maken. Het eerste wat je doet, is je huurt een hotelkamer. Maakt niet uit welke. En dan ga je hier op de bank zitten. Lekker ontspannen. Eventueel met een colaatje erbij. Maakt niet uit. En wanneer je daar zit, haal je de hotelkamer weg. Waardoor dat er, nou ja, best wel raar uitziet. Vervolgens kies je dan even een huis. Oh, en dan is dit hoe je loopt. Op de fiets ziet het er al een beetje raar uit, omdat we het stuur niet eens vasthouden, maar toch kunnen sturen. Maar waar het echt grappig wordt, is als je dan hier het ziekenhuis inloopt, naar de X-ray en je gaat er dan in liggen. Moet je opletten. Nee, hebben ze het weggehaald? Het ziet er naar uit dat het niet is gelukt. Laat maar. Het ziet er naar uit dat we Bob wel nodig hebben. Je hebt me nodig! Nu even. Als Bob namelijk, oh, ja, dat ding erbij pakt. En we gaan dan daarmee in de X-ray. Moet je kijken wat we nu hebben gedaan. Het ziet er gewoon uit alsof we super, super flexibel zijn. En nu wil ik eigenlijk op deze manier een aantal dingen proberen. Zoals bijvoorbeeld wolf typen. Of bijvoorbeeld op een fiets. Oh my gosh. We zweven boven de grond op onze fiets. We hebben dus gewoon een manier gevonden om te vliegen. Maar wacht. Wat als we dan hetzelfde doen? In het golfkarretje. Oh, die zweeft niet boven de grond. Oh, wat? Het lijkt wel alsof we aan het slapen zijn. Alleen, we zijn aan het rijden. Dit is niet echt super veilig. Gelukkig is het een videospel. Wacht, dan wil ik eigenlijk hetzelfde proberen als we hier naartoe gaan. Kijk, dan gaan we voor de jetski. Slapen en jetskiën tegelijk. In Brookhaven kan het allemaal. Maar dan is er eigenlijk nog iets wat ik wil testen. En Bob die kiest daar al het juiste huis voor uit. Oké, we lopen met Bob mee, want we moeten hier namelijk naar binnen toe. Wat we namelijk gaan doen, is wij moeten hier op de dwel drukken. Dan gaan we hier naar beneden. Weet je wat? Ik neem Bob wel weer mee. Net zo makkelijk. Liet je nou een scheetje? Misschien. Bob. In ieder geval, ik ga zo meteen douchen. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd wat er gebeurt als ik niet hier geband word, maar op die speciale plek. En als ik het heb over een speciale plek, moeten we dus eerst op de knop drukken. Dan moeten we deze kant op om de kluis te openen. Oh, dat moet Bob even doen. Zo, de kluis is open. Dan pakken we de Robux erbij. Want voor als je het nog niet weet, dan kunnen we namelijk... Oh, wacht, Bob die moet ook Robux hebben, denk ik, of niet? Oh ja, kijk. Oké, Bob die heeft er nu ook Robux bij gepakt. Ik kan alleen niks zien, want de Robux zitten voor mijn ogen. Maar dat is niet erg. Dan gaan we hier naar beneden. En dan wil ik eigenlijk zien wat er gebeurt als ik dan in deze kamer verbannen word door Bob. Oké, Bob, ik ben er klaar voor. 3, 2, 1, ban me.
Bob, banden. Ik ben mijn Robux aan het tellen. Nee, Bob. Kom op, Bob. Banden nou. Zag je dat? We zagen echt voor een seconde dat we een soort van onder de map zitten. We doen het even in slow motion. Ik weet niet wat dat betekent. Waarschijnlijk helemaal niks, maar ik vond het wel cool. Willen jullie nou dat ik vaker grappige geheimen in Broekhaven ga checken? Reageer dan ja. Maar dan is er nog één ding wat ik wil proberen. Veel mensen hebben namelijk gereageerd dat als ik een geband huis in wil, dat ik dat niet via de grond moet doen, maar dat ik dat via de lucht moet proberen. Nou, ik heb dat eigenlijk al een paar keer gedaan, maar nog nooit bij dit nieuwe huis. Dus laten we kijken of het misschien werkt. Wat ik dus eerst ga doen, ik ga stel de lucht in. En als ik dan een mooie hoogte heb opgebouwd, dan kantel ik weer een beetje naar beneden. En dan wil ik dus kijken wat er gebeurt als ik op deze manier naar beneden ga het gebande huis in. Kom op, kom op, kom op. Wacht, misschien als we erop landen dat dat kan. Oké, we landen op het gebande huis. Oh. Wacht eens even. Nee. Oh, de helikopter is naar beneden gevallen. Dankjewel voor de helikopter. Nee, Bob, die is van mij. Ja, ik denk dat we ons erbij neer moeten leggen dat een gebande huis ingaan niet echt mogelijk is. Tenzij je dus gebruik maakt van de freecam. Want dan kun je er wel gewoon naar binnen. Nu ik erover nadenk. Dit is volgens mij het enige huis in Brookhaven waar geen wc bij zit. Nee, serieus. Want ook in het geheime gedeelte, daar zit nergens een toilet, of wel? Oh my gosh, dat meen je niet. Dat is niet echt een geheim. Maar ik vind wel dat elk huis een toilet nodig heeft in Brookhaven. Dus weet je wat we doen? We zetten de wc gewoon hier neer. Bob, je kunt naar de wc hoor. Ik hoef al niet meer. Wat? Ik dacht dat je net moest plassen. Heb ik in de kluis gedaan. In de kluis? Maar de Robux dan? Laat maar. Reageer boek. Als jij heel de video hebt afgekeken. We kunnen niet naar de slaapkamer. Oké, wacht. Dit is wel heel slim wat ik nu doe. Nee, het is eigenlijk helemaal niet slim. Ik heb letterlijk mezelf nu verbannen bij mijn eigen soort van huis. Maar ja, zo erg is het ook weer niet, want we kunnen ook deze hier kiezen. Alleen, oh jawel, dat kan wel. Ja, kijk, hier kunnen we het geheime huis ook kiezen. Oh, dat is zo tof. Dus nu hebben we sowieso het moeilijkst bereikbare huis, want het is een eiland, dus je hebt sowieso een boot of zo nodig om er te komen. En we hebben het best beveiligde huis. Tenminste, dat weet ik eigenlijk niet. Is dit het best beveiligde huis? Want kijk, je kunt in principe gewoon naar binnen. Er zijn geen lasers of zo. Of hekken. Ik denk dat het meest geheime huis is. Dat is het juiste woord. Maar nu we op een eiland zitten, ziet het er dan hetzelfde uit van binnen? Laten we dat even checken. Oh, ik vind het zo gaaf om hier naar binnen te lopen. Oké, dus eerst drukken we weer op deze knop. Kijk, dan hebben we dit geopend. Dan openen we dus de kluis. Pakken we daar de Robux uit. Ik begin het al wel te leren. Dan gaan we hier naar beneden toe. Lopen we om de trap heen. En dan zitten we in deze geheime kamer. Nou, dan willen we natuurlijk ook nog even het agency logo activeren. Dat doen we hier. En die staat dan daar. Wacht, misschien kunnen we door het agency logo heen. Ja, misschien is dat het wel. Oké, we gaan het proberen. Oh. Oh, ik wist het. Ik wist het. Het is gewoon een soort van blok onder de map. Niks mis mee, maar het is wel grappig om het zo achter de schermen te zien. Oh, dat is zo gaaf. Maar nu ben ik toch aan het nadenken. Zijn er misschien meer geheimen? Want laten we eerlijk zijn, dit zit vol met geheimen. Dus, oh my gosh. Nee. Oké, wacht, er zit daar wel iets. Maar je kan er niks mee. Je valt gewoon naar beneden. Wow, volgens mij wordt daar verderop een feestje gehouden. Sorry, ik wil deze even lenen. En met lenen bedoel ik nooit meer terugbrengen. Ik vind het zo grappig als mensen Brookhaven gewoon gaan decoreren. Maar als jij nou zou mogen bepalen wat het volgende nieuwe huis wordt in Brookhaven, wat zou jij dan kiezen? Ik zou denk ik gaan voor een skyblock. Beetje Minecraft-achtig misschien. Maar dat is een soort van zwevend stuk grond. Boven de grond. Dus het zweeft in de lucht. En dat je daar dan een huis op hebt. Een boomhut zit ook al een soort van in de lucht. En de raket ook. Dus volgens mij kunnen ze het wel toevoegen. Abonneer voor meer en adios.